Een enerverende avond waar veel nieuwe dingen te horen waren en waar deskundigen elkaar af en toe grondig in de haren vlogen. We gaan opwarming, maar we plaatsen wel vraagtekens bij de paniek, ja, en ook de urgentie die er wordt geclaimd rond het thema klimaatverandering. Nou, om dat heel kort te belichten, een van de belangrijkste discussiepunten op dit moment nog in het debat is in dit plaatje te zien, althans, ik zal het even kort uitleggen. In zwart en grijs zie je allerlei simulaties met klimaatmodellen. En in groen zie je een van de wereldwijde temperatuurmetingen. En zoals je kunt zien is in de periode 1980 tot nu, is daar al een verschil, een aanzienlijk verschil, ongeveer 30%. Dus de modellen warmen 30% sneller op dan de waarnemingen. Dat is een belangrijke constatering, want ons klimaatbeleid is eigenlijk volledig gebaseerd op die modellen. Ja, dus het is heel belangrijk op het moment dat, de werkelijkheid begint af te wijken van de modellen, van ja, wat gaan we dan niet ons beleid aanpassen en ons beleid baseren op de waarnemingen in plaats van op de modellen. Nou, op basis van historische metingen kan je ook schatten wat die klimaatgevoeligheid is. En Lewis komt in deze paper, dit is een wetenschappelijke paper, komt die uit op ongeveer 1,3. Dus als de CO2-concentratie verdubbelt, geeft dat 1,3 graden wereldwijde opwarming. In die rode balk, daar aan de onderkant, zie je hoe dat in de klimaatmodellen zit. Ja, de klimaatmodellen zitten gemiddeld op 1,8 met een range. Maar het gemiddelde van de modellen is dus 1,8. Die zitten dus ook weer zo 30-35% boven de schatting op basis van de waarneming. Het staat vast dat het klimaat verandert. Dat zien we overal, elke dag op de televisie. Wat gletsjers, polen, zeewater, alles verschuift, insecten die hierin komen, dat wordt allemaal gemeten. Hoe kan je nou volhouden dat die modellen niet kloppen? Ik denk, hoe krijg je dat toch voor elkaar om dat vol te houden? Die modellen die worden elke keer halfjaarlijks gekalibreerd, heet dat. Dat doen ze ook met economische modellen. Dan stoppen ze er echte waarde in, gemeten waarde in. En dan kijk je of je nog goed zit met je model. Wat vaststaat is dat het klimaat verandert. Wat vaststaat is dat de mens daarvan door de CO2-emissies, maar ook methaan en lachgas en die gechloreerde koolwaterstoffen, dat is nog een veel erger broeikasgas, daarvan de oorzaak is. De uitkomsten van die klimaatmodellen die passen precies bij de gemeten waarden. In mijn ervaring, in al die 30 jaar sinds ik daar gewerkt heb, is er eerder sprake van dat die modellen de opwarming onderschatten dan dat het overschatten. Ik snap niet waar je dat vandaan haalt. In Nederland is de temperatuur al 1,8 graden gestegen afgelopen decennia. Mondiaal gezien 1,1. Okay, nou, toch wel ook een beetje gebeuren wat ik eigenlijk in mijn eerste paar slides aan al liet zien, hè, wat er in Canada gebeurde. Wat zo jammer is, is dat de toon meteen ontzettend vijandig is. En dat de toon ook, hè, kleuterschool, het is meteen het volledig wegzetten van de ander. Ja? Wellicht heeft u met een bepaalde, ja, u bent ongetwijfeld volledig overtuigd van uw eigen argumenten. En ik zal nu even aangeven waarom ik ook volledig overtuigd ben van mijn eigen argumenten. Kijk, u zegt, waar hebben we het nog over? Die modellen zijn volledig in overeenstemming met de waarnemingen. Nou, ik heb u dit plaatje laten zien. Dit zijn gewoon de modellen van het IPCC. Alle simulaties die ze gebruikt hebben. En ik laat zien dat sinds 1980 de wereldgemiddelde temperatuur 30%, okay, 30% afwijkt van de modellen. Mijn simpele vraag aan u. Accepteert u dit plaatje of zegt u dat ik dit verzonnen heb of zo? Is dit fake? Het enige wat ik in dit plaatje zie, dat zijn een heleboel. Ik denk dat klimaatmodellen zijn. En ik vraag me af waar u dit vandaan haalt. Het enige wat ik weet uit al die klimaatmodellen en wat in al die IPCC-rapporten staat, er zijn 20 van die modellen. Er worden alle resultaten vermeld. En elke keer komt het uit op een opwarming van de aarde
in de loop der komende decennia ergens tussen de 1,5 en 4,5 graden. Dat is de onzekerheidsmarge waar we in verkeren. En dan kan u zeggen, ja, maar het gaat nu minder snel dan zij dachten. Nee, dat is niet waar, want u heeft net ook een grafiek laten zien met zwarte bolletjes van gemeten waarden. En die zitten op de rode lijn en die rode lijn geeft het hoge scenario aan. Wat ik benadrukt heb is dat het jammer is, nou sterker nog, het is gewoon slecht, dat beleidsmakers volledig uitgaan van de modellen en dat deze waarnemingen in het verhaal genegeerd worden en dat de waarnemingen erop duiden dat het aanzienlijk minder urgent is. Dit is onzin, dit is volksverlakkerij. Sorry, maar u kent echt de literatuur niet. Jawel, ik ken de literatuur donders goed en ik heb ook wetenschappelijk gepubliceerd, meer dan in een journalistiek tijdschrift, de Telegraaf en de Buitenland. Ik denk dat u de literatuur op het gebied van klimaatgevoeligheid niet goed hebt bijgehouden de afgelopen jaren en ik heb dat wel. Emeritus, professor dokter Harm Verbrugge. Ja. Je had een harde noot te kraken met meneer Grog, of meneer Krok. Ja. Hoe kijk je nu op terug? Nou, dergelijke discussies zijn interessant omdat de heer Krog en zijn club allerlei onzin staat te verkopen die natuurlijk ook gepubliceerd wordt in sommige bladen in Nederland en die de mensen op het verkeerde been zet. En ik vind dat dat eens een keer aan de orde gesteld moet worden. En dan moeten we maar niet al te beleefd en al te aardig zijn en het een keer duidelijk maken. Dankjewel. Graag. Je hebt een uitgebreide inleiding gegeven. Ja. Zeer interessant onderwerp. Je kreeg erop nogal wat kritiek van de heer Verbrugge. Ja. En je hebt je huid van, ja luister, zo moet het inmiddels omgaan. Maar wat vond je inhoudelijk van die kritiek? Nou, inhoudelijk ben ik het er ook absoluut niet mee eens. Hij zei twee dingen. Hij zei dus dat het wel vaststaat dat de mens verantwoordelijk... Maar in mijn verhaal ontkende ik dat ook helemaal niet. Ik zei alleen, het gaat veel langzamer dan de klimaatmodellen inschatten. En dat is essentiële informatie, want ons beleid, ons klimaatbeleid, is volledig gebaseerd op die klimaatmodellen. Dus als het in werkelijkheid veel minder snel gaat, hebben we meer tijd, hoeven we geen paniekvoetbal te spelen. Want ik vind het huidige beleid wel een vorm van paniekvoetbal. Maar zijn argument, want daar heb ik goed naar geluisterd, zei, laten we zeggen, de metingen worden steeds in de modellen ingebracht. Gecalibreerd, laten we zeggen, was zijn woord. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ik liet dus een plaatje zien waarin ik juist de metingen naast de modellen leg en laat zien, de modellen overschatten al de metingen. Dus ik ben het absoluut niet met hem eens. Ik vroeg hem ook van, nou, ontken jij dus dit plaatje? En toen zei hij van, ja, ik weet niet wat ik hier zie. Nou, hij ziet daar zijn eigen getallen van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Het is niet zo dat ik hier een beetje getallen zit te verzinnen. Het zijn de internationaal geaccepteerde... Reen Bakker, de grote organisator van deze klimaatavond hier in de gemeenteraadzaal van Boeren. Hoe kijk je hierop terug? Nou, ik vond het een innoverende avond waar we vijf echte goede deskundigen hadden in een panel. En Marcel Krok als inleider over het klimaat en de klimaatverandering. Ik denk dat we heel veel nieuwe dingen hebben gehoord en dilemma's hebben gehoord. En af en toe werd het ook lekker spannend tussen Marcel Krok, de wetenschapsjournalist aan de ene kant, en professor Verbrugge aan de andere kant. En dat vind ik wel mooi, dat mag. Het is een spannende tijd, die energietransitie. En dat mag ook best een spannend debat zijn. Welke wetenschap neem je hiermee terug? Dat moet ik allemaal eventjes nog laten bezinken. Want we hebben best wel veel gehoord. Er moet gewoon nog heel veel gebeuren. Dat hoor je wel. Hè? Er zijn ook heel veel nieuwe initiatieven en innovaties. Luister ook naar jonge mensen met wat voor ideeën die komen. Maar luister ook goed naar de expertise van wat oudere mensen. Dat neem ik mee naar huis. Maar dan ga ik er nog eens even goed over nadenken. Dus ik heb heel veel geleerd. Reen Bakker, dankjewel.